Het is mee wat hij weena. Gisteren had je een kleine voorspelling gedaan wat er ging gebeuren. Het viel mee. Maar zeker naar jouw kant toe was er heel veel rumoer in positieve zin. Ze schandeerden je naam heel uit. Dat moet toch een heerlijk gevoel zijn? Zeker weten. Kijk, eerst Palaxa kwam in zon. En als je in zon zit, krijg je niet zoveel mee. Maar op het moment dat je achterkomt, dan hoor je wel iets meer, eerlijk gezegd. Want dan loopt het niet en dan hoor je wat meer. Maar goed, dat maakt ook allemaal niet uit. En dan heb je wel die boost nodig. Dus ja, het publiek was natuurlijk weer fantastisch. Van beide kanten overigens hoor, eerlijk gezegd. Heel netjes. Jij zegt, je komt iets uit je zoon, want je hebt een knalstart. En dan laat je hem eigenlijk terug in de wedstrijd komen. En dan die knots en knotsgekke lek. Wat gebeurde daar? Nou, ik denk dat het meer een knotsgekke wedstrijd is. Ja. Ik denk dat het de wedstrijd van de rollercoaster is. Dus ja, we kennen elkaar natuurlijk van Duitse toernooien. We hebben best wel redelijk vaak in elkaar gegooid in Duitsland. Ja, dan is het toch wel een beetje spanning erop, eerlijk gezegd. En die spanning die uitzicht dan, want hij zat ook te lachen dat jij op dubbel 1 staat. En ja, dat luchtige pak jij dat eigenlijk het beste op. Ja, gelukkig pak ik het. Maar uiteindelijk als je op doos mist, of vaak als speel doos mist, lachen ze een beetje naar elkaar. En dat is ook wel het mooie van de sport, zeg maar, dat je dan wel een beetje ja, toch op kan lachen. Weer naar de zondag op een Euro toe. Dit moet toch fantastisch zijn morgen weer voor het eigen publiek? Ja, natuurlijk. Ja, uiteraard. Dat is fantastisch. Jermaine, succes morgen.